Het nieuwe gemaal kan het wetterpeil beter controleren. Het vorige gemaal is skien onein en moest vervangen worden. Het is net het enigste werk op de but. We zijn nu heel druk bezig met het verbreden van de sloten. Dat is nodig omdat wij de hele waterbeheersing hier op de but willen gaan aanpassen. Zodat wij het water beter kunnen gaan aanvoeren en ook beter kunnen gaan afvoeren. De groen die vrijkomt bij het verbreden van de sletten wordt gebruikt om dieken sterker te maaien. En daardoor bad er meer op de but. Door de verschillende maatregels moet het tal krijdenvogels op het eiland weer toenemen. En dat is nederig, want in Friesland zijn de cijfers net gunstig. Wij maken het de omstandigheden zo dat het echt geschikt is voor die weidevogel. Het wordt wat drassiger, dat trekt weidevogels aan. Daarnaast zorgen we ook voor dat de openheid in het gebied hersteld wordt. Dus bomen die in de laatste jaren spontaan zijn opgekomen, gaan wij verwijderen. Zodat weer dat open landschap terugkomt. En daarmee maken we in ieder geval de basisomstandigheden voor die weidevogels goed. De provincie wil een grutter gebied creëren voor krijdenvogels. Maar de but en den jonken natuurgebied de Oude Venen lieken tot een slagje. Het is nodig dat er een aantal grote aaneengesloten gebieden zijn die geschikt worden gemaakt voor weidevogels. Nou, de but is daar bij uitstek geschikt voor. Het is een groot gebied, 400 hectare ongeveer. En daarnaast sluit het ook aan op andere gebieden in de omgeving waar ook veel weidevogels zitten. En daarmee kun je een grote eenheid realiseren om die weidevogel ook echt terug te krijgen. Ek wordt er nog een stuk groen van 24 bunder uitgroeven. Zo'n stiet van wettersporters, een rappere verbinding tussen de pikmar en de wierde ier.